Bach schreef twee versies over deze koraal. De meest gekende komt uit het Orgelbüchlein. En deze komt uit de Neumeistersammlung. Dus een vroegere koraalbewerking dan die uit het Orgelbüchlein. De tekst beschrijft een stervende ziel die uitgeput en uitgeleefd voor de hemelpoort staat en aanklopt. Er zijn ongelooflijke verschillen in de uitwerking van de tekst. In het Orgelbüchlein is het duidelijk dat de stervende ziel berust in de dood en rustig aanklopt. We kennen de bewerking met het kloppende pedaal. Dus van iemand die berust in de dood. Hier zie je natuurlijk een totaal andere bewerking van iemand die veel jonger is. Als je kijkt naar het notenbeeld kun je al genoeg zien. Het is een klein schilderijtje. En het zit hem ook al in het begin. Bach begint met de noten van het koraal. Maar na twee noten stopt hij al en doet een speeltijd in echo. Dus dat begint. Als een soort twijfel. Het begint heel en dan twijfelt hij weer. En dan komt de eigenlijke koraalmelodie. En het einde is prachtig uitgebeeld natuurlijk. De hele snelle noten. Alsof dat Bach, als hij aan de hemelpoort staat, zegt van ik ga terug naar beneden, ik ben er nog niet klaar voor. Misschien heeft het te maken dat Bach op heel jonge leeftijd zijn ouders heeft verloren. Hij was 9 jaar en in datzelfde jaar zijn beide ouders verloren. Moesten bij een veel oudere broer gaan wonen die hij helemaal niet kende. Dus het moet toch wel iets geweest zijn voor een jongen van 9 jaar. Daarom dat hij deze koraalbewerking denk ik schreef. Ook boos, gewoon boos ook van wat er gebeurd is. En dat hoor je alleen al in het begin. Bijna een beetje agressief, twijfelend. Alsof dat hem nog niet echt klaar was voor de dood. Dat hem nog niet berust als een stervende ziel om aan te kloppen aan de hemelpoort.